Als coach heb ik al best wel veel in huis. Maar dit is gewoon iets wat heel snel en effectief werkt voor de doelgroep waarmee ik werk. En die heeft daar ook heel veel behoefte aan. Het effect is best wel spectaculair, vind ik. Maar de methode zelf is eigenlijk heel simpel. Mijn naam is Jeltje Rijks en ik werk in de jeugdzorg als jongerencoach en als coach van jeugdzorg. De matrixmethode is voor mij een werkwijze waarmee ik mensen kan helpen om rustiger en meer in balans te zijn. En beter een leger hoofd te hebben en niet overwerkt te raken of overspannen. Wat ik bijvoorbeeld ervaren heb, is dat bijvoorbeeld een collega of een kennis of iemand anders die ik gecoacht heb, meerdere mensen eigenlijk, die zeiden van, nou, jij gaat eigenlijk in een half uurtje met deze methode dieper dan een therapeut zou gaan. Tijdens de sessie merk je gewoon dat er wat gebeurt. En ik had gedacht van tevoren zal het niet heel saai zijn voor mij als coach. Want je volgt best een strak programma of een strak schema. Ik dacht, is het dan niet heel saai? Je hoort van de inhoud niks. Maar het is dus helemaal niet saai. Want je ziet gewoon continu dingen gebeuren bij die persoon van binnen. En je ziet mensen die opeens beginnen te lachen. Of mensen die opeens de rillingen krijgen. Dus het is eigenlijk heel interessant en het is ook super intiem eigenlijk. Want je mag heel dicht bij iemand komen zonder dat je wordt belast met de inhoud van wat er allemaal gebeurt. Dus nee, het is helemaal niet saai, het is heel leuk. En ja, je ziet gewoon eigenlijk heel veel gebeuren al tijdens zo'n sessie. Als coach heb ik al best wel veel in huis. Maar dit is gewoon iets wat heel snel en effectief werkt voor de doelgroep waarmee ik werk. En die heeft daar ook heel veel behoefte aan. Ik zou zeker andere mensen de Matrix training aanraden. HBO geschoold professional, je werkt met mensen of je wil met mensen gaan werken. Dan is denk ik de Matrix methode geschikt voor je als je echt mensen sterker wil maken. En mensen echt wil helpen om de regie te houden over hun eigen hoofd. De methode voelt eigenlijk past als een handschoen of als een jas. Het is eigenlijk heel simpel. Het effect is best wel spectaculair, vind ik. Maar de methode zelf is eigenlijk heel simpel.